Osmo krijgt vandaag twee nieuwe functies. Ik heb hier de nieuwe printjes voor Osmo. Dit is de oude print en dit is de nieuwe print. En de reden dat ik een nieuwe print heb moeten maken is namelijk omdat ik op de oude een hele domme fout had gemaakt. In het ontwerp wilde ik op een gegeven moment de eilandjes wat groter maken. En toen heb ik per ongeluk ook de gaatjes kleiner gemaakt. Allemaal. En het probleem is dan dat de componenten niet meer passen natuurlijk. Zoals de Arduino, die hier op de hoek zit, die paste niet meer. Want die gaatjes die waren te klein. Dus dan, als het niet past, dan past het niet. En wat je dan kan doen is natuurlijk de gaatjes wat groter boren, maar dan heb je een heel groot probleem. Namelijk, al die gaatjes, die zijn allemaal doorgemetalliseerd. Dus de bovenkant en de onderkant, die zijn verbonden met een soort metalen tunneltje. Maar zoals dit eilandje hier op de hoek, heeft een spoortje aan de bovenkant. En niet aan de onderkant. Nou, als je dan dus dat gaatje groter gaat boren, dan verlies je dat metalen tunneltje en is de onderkant niet meer verbonden met de bovenkant. En je soldeert natuurlijk aan de onderkant. En als je dan soldeert aan de onderkant, dan is die verbinding weg met het spoortje aan de bovenkant. Dus wat je dan moet doen na het opboren is die componenten heel lelijk zo hoog op pootje zetten en aan de bovenkant solderen en aan de onderkant solderen. Nou, dat is natuurlijk heel lelijk. En dat geldt niet alleen voor die Arduino hier, het gold ook voor al mijn transistoren. Nee, dit is hem, hè. Al die 10 transistoren, allemaal waren ze te klein. En de weerstandjes gingen natuurlijk wel. Ook de diodes, dat zijn vrij dikke diodes, ook allemaal te krap. En hier al die connectoren, die waren ook allemaal te krap. Dus ja, alles moest doorgeboord worden en alles, en zoals die connectoren aan twee kanten solderen, is natuurlijk ook heel erg lelijk. Dat ziet er niet uit. Dus het werd allemaal heel lelijk. Dus ik besloot om een nieuwe te maken. En nu wel met de juiste gaatjes. Dat is deze geworden. Het printje is ook nog een heel klein stukje kleiner geworden. Dus dat is weer een voordeel. Dus nieuw printje. Nieuwe layout. En op de nieuwe print heb ik gelijk rekening gehouden met een nieuwe functie, een tilt switch. Ik had eerst natuurlijk een tweede sensor onderin bedoeld, hier ook, waar die eigenlijk lage objecten kon waarnemen, maar die sensor die werkte voor geen meter. Dus die heb ik opgegeven en toen heb ik bedacht, ik maak er een tilt switch op. Zodat dus Osmo weet wanneer je hem optilt of wanneer die omvalt, zo, hè, wanneer die schuin gaat. En dan kan hij stoppen met het draaien van de wielen. Dat is wat handiger natuurlijk. Anders blijft hij staan doormalen. Ook als je hem optilt is het handig als hij even stopt. En dan kan hij ook wat zeggen. Dat is wel leuk. Dus ik heb deze sensors besteld. Dat zijn eigenlijk metalen buisjes met daarin twee kogeltjes. En die kogeltjes maken zo contact met de pootjes. En zo niet. Dus dan kan je een soort van een tilt-switch maken. Kijk, hier zitten twee van die tilt-sensoren. Ik heb er twee gemonteerd, één voor elke kant. Hè, zodat je dus twee kanten op kan tilten. En eigenlijk als je ook bijvoorbeeld nu nog naar voren zou willen tilten, zo dus. Ja, dan moet je natuurlijk gewoon nog zo'n ding maken die dan naar voren wijst. Ik heb ze gewoon parallel aan elkaar staan, zodat ze dezelfde poort triggeren. En hier even een ledje om aan te geven dat de tilt gedetecteerd is. En nu kan ik dus twee kanten op bewegen. En dan zal hij dat detecteren als het goed is. Nou, die sensortjes, daar moet je geen wonderen van verwachten. Want ik heb gemerkt dat ze niet echt heel consequent zijn in de gevoeligheid. Dus die balletjes die erin zitten, die rollen niet heel makkelijk misschien. Ik weet niet wat het probleem precies is, maar het is niet heel erg, niet heel betrouwbaar of heel gevoelig. Maar goed, het is goed genoeg denk ik voor wat ik nodig heb. Het schema werkt zo, hè. Je hebt dus die sensor hier met die balletjes erin. En één pootje hangt gewoon aan massa. En het andere pootje
gaat naar Arduino. Zo, dit is mijn Arduino. En bij mij zit hier pootje 5 hier. En die pootje 5 die is intern, is die met een pull-up weerstand verbonden met de voedingsspanning. Zo. Dus pootje 5, daar meet je gewoon 5 volt op. Altijd, dus die is altijd hoog. Behalve als die balletjes kortsluiting maken met de pennetjes hier, dan meet je daar massa. Oftewel laag. Dus hij maakt gebruik van die interne pull-up. Nou, laten we even naar de Arduino code kijken voor de volledigheid. Het stelt weinig voor hoor, maar laten we toch even kijken. Oh, en even één dingetje nog. Op pootje 13 zit natuurlijk het ledje. Zo, weerstandje van 560 ohm. En dan de led. Bliksemschitsen eruit altijd, hè. Zo. Hup, ook naar massa. Dit is de Arduino code voor de tiltsensor. Nou, in de setup zeg ik dus de pinmode van pootje 5 is een input. En ik zeg digital write op pootje 5 is high. En daarmee enable je dus voor die input die interne pull-up weerstand. Nou, en dan zeg ik dus pinmode 13 is output voor het ledje en die is laag. En in de loop kijk dan constant, kijk ik eventjes of digital read, pootje 5, of die laag is. Want als die laag is, dan is namelijk die sensor afgegaan, hè? Nou, als die laag is, dan schrijf ik pootje 13 hoog. Dus gaat het lampje aan, het ledje gaat aan. En ik doe een pauze van 2 seconden. En dat is alles. En als dat niet het geval is, dan zeg ik van het ledje moet uit. Dus het ledje wordt constant uitgeschakeld. Behalve als die sensor afgaat, dan wordt het ledje 2 seconden aangezet. En dat is alle code die we nodig hebben om dit even te kunnen testen. Dus het stelt helemaal niks voor. En het werkt dus hartstikke mooi. Nou, op de nieuwe printplaat heb ik ook gelijk rekening daarmee gehouden. Kijk, ik heb hier een sensor aansluiting. En die heet tilt. De tilt switch. Een tweede nieuwe functie die ik nu ga maken, dat heeft te maken met de voedingsspanning. Met de batterijspanning. Dit is trouwens het hele schema. Hè? Hier zie je bovenin zo'n H-brug en hier nog eentje voor allebei de motoren. En onderin zit hier die transistor om de snelheid te regelen. Maar in de praktijk gebruik ik die eigenlijk helemaal niet. Ik stuur constant dit signaal hoog, vanaf pootje 3 zo te zien. En dan is eigenlijk deze transistor altijd in geleiding. Dus de snelheidsregeling die werkt nu helemaal niet. Verder wel leuk, hier zit die transistor, hier zit die versterker voor de audio. En die heeft in de voedingslijn heeft die hier een transistor zitten, waarmee ik dus kan aansturen of die versterker spanning krijgt. Zodat ik hem eigenlijk kan uitschakelen als hij niet nodig is om batterij te sparen. Het zal niet veel schelen, maar het gaat ook een beetje storing. Hè? Als iets storing veroorzaakt. En die versterker die krijgt geen spanning, ja, dan heb je minder kans op storing uit de luidspreker natuurlijk. Dat is wel fijn. Diezelfde techniek gebruik ik hier bij de servo. Hier zit de servo voor het hoofd. En ook die heeft in de voedingslijn, in de min dit keer, heeft die een transistor. Om die servo uit te kunnen schakelen als die niet gebruikt wordt. Want ja, dat scheelt weer batterij en het scheelt ook een beetje storing. Maar goed, maar waar we het nu over wilden hebben eigenlijk... Waar ik nu over wilde praten, dat was het meten van de voedingsspanning. Hier zit die batterijspanning, 6 volt. En heb ik een klein spanningsdeeltje gemaakt om hier eigenlijk dus op A6 de batterijspanning te kunnen meten. De Arduino Nano die heeft 8 analoge ingangen. De Arduino Uno die heeft er maar 6, A0 tot en met A5. Maar de Nano heeft ook nog A6 en A7. En die zijn puur analoog. Die kan je niet gebruiken als digitale poort, zoals deze wel, wat ik ook doe. Maar, dus ik denk, nou ja, dan ga ik A6 gebruiken om de batterijspanning te kunnen meten. Zodat dus Osmo zelf kan melden als de batterijspanning te laag wordt. Ik heb Osmo even ontleed, om hem eventjes uit elkaar te kunnen halen. Dit is overigens nog wel het oude printje, het oude ontwerp.
Maar ook daarop had ik al die spanningsdelen zitten. Dus ik kan nu gewoon die functie even alvast programmeren voor ik het printje ga vervangen. De batterijen, dat zijn van die batterijen uit een oude laptop batterij, oude laptop accu. En dat zijn van die 18650 heet ze geloof ik, cellen. En als je daarvan 2 in serie zet en dan hebben ze helemaal opgeladen, hebben ze een spanning van ongeveer 8,4 volt. Nou, ik lees op internet dat je ze niet te ver mag ontladen, hè, tot ongeveer 3,6 volt per stuk. Dus ik wil het nu zo maken dat als de spanning zakt onder de 7,5 volt, tot dan het circuit afgaat en dat hij meldt dat hij nu toch echt nieuwe batterij nodig heeft. Dus ik ga even de voeding aansluiten hier, want dan kan ik mooi de spanning een beetje regelen. Hè. Dit is een stukje code uit de loop van Osmo. En als eerste in de loop meet ik daar dus de voltage. Die is gedeclareerd als een float. Hè, dus met cijfers achter de komma. En dan meet ik dus op port A6 meet ik de spanning. En met dit sommetje reken je dan uit vanwege die spanningsdeler wat de totale batterijspanning is. Want die spanningsdeler is zo opgebouwd dat als je dus hier over de totale spanning, die plus 6, dat moet natuurlijk 8,5 volt zijn of zo, maar dat maakt niet uit. Dus over de totale spanning 0 tot 8,5 volt is op dit punt 0 tot 5 volt. Ja, want dat kan je meten met Arduino, 5 volt. Nou, en dan krijg je dus een sommetje om uit te rekenen hier wat dan de totale spanning zal zijn. En dan zeg ik hier dus, als de spanning te laag wordt, if voltage kleiner dan 7,5, nou, wat moet er dan gebeuren? Nou, dan hoeft hij eigenlijk helemaal niks meer te doen, alleen maar het geluidje afspelen. Zo dus, geluidsfragmentje 4. En een pauze van bijvoorbeeld 20 seconden. Zo. Want ja, eigenlijk hoeft hij verder niks meer te doen. Oh wacht, ja, hij moet natuurlijk wel het commando. Moet 0 worden. Ik zal het uitleggen. Kijk, ik werk intern met commando's. Hier commando 10, dat is gewoon het commando om te gaan beginnen met rijden. Dus forward. He, dus dat commando komt vanaf de afstandsbediening. En dan zegt hij dus ik ga forward voor 250 milliseconden. En dan zeg ik avoid obstacles. Dus kijk om de 250 milliseconden of er misschien obstakels in de weg staan. Nou, en als het commando niet 10 is, dan gaat hij in de parkstand parkeren. Dus zeg ik hier dus als de batterijspanning te laag wordt, dan wordt het commando 0. En ik speel een geluidje af en ik wacht 20 seconden. En de volgende keer in de loop is de batterijspanning nog steeds te laag. En dan krijg je weer hetzelfde. Dus dat gaan we proberen of het werkt. Nou, daar gaat hij. Het batterijvakje hangt aan de voeding. En natuurlijk de meter erop, zodat we kunnen zien wat de spanning is. Nou, ik heb nu de voeding ingesteld op 8 volt. En dan ga ik hem naar beneden draaien. Kijken of het werkt. Ja, nog lager. Maar ze wou niet te west. Feeling faint. Keurig. En het werkt. Oeps, ja, een denkfoutje gemaakt. Dit is iets te simplistisch, want dit werkt wel goed als die stilstaat. Maar als die aan het rijden is, werkt dit helemaal, werkt heel slecht. Stel je voor, hij is aan het rijden, commando is 10. Dus hij is lekker aan het forward rijden en hij meet af en toe wat dan, of er objecten in de weg staan. Prima, dan komen we in de volgende ronde van de loop terecht. En dan meten we de spanning weer eventjes. En dan blijkt de spanning te laag te zijn. Dus dan zeggen we, commando is 0 en dan spelen we het geluidje af en dan wachten we 20 seconden. Nou, in die 20 seconden rijdt hij nog gewoon door. Want dit commando is 0 wordt pas hier weer geëvolueerd en dan zal hij inderdaad stoppen en in park gaan. Maar tijdens deze pauze heb je een heel onzeker moment waarin hij gewoon door blijft rijden. En in deze 20 seconden zal hij ook niet meten of er objecten in de buurt zijn, want dat wordt pas hier aangeroepen. Dus ja, dit is echt, dit werkt niet. Dit moeten we niet zo doen. Ik moet eigenlijk een nieuw commando bedenken.
bijvoorbeeld commando 999, om wat te bedenken. En dat alleen maar doen. Zo. Dus in deze functie zet ik alleen maar het commando op 999. Dan gaat hij snel door met de rest van de loop. En dan zal hij hier zien van, oh, ik moet nu dus in park. Want het commando is niet langer 10. Het commando is nu 999. En dan in de volgende ronde van de loop zeggen we dan pas dit verhaal. Dus if commando is gelijk aan 999, dan ga je het geluidje afspelen en doe je 20 seconden niks. En dan ga je verder met de loop. Nou, dan gebeurt er helemaal niks meer in de loop, want het commando is 999. En dat komt alleen maar overeen met de batterijspanning is te laag en speelt het geluidje af en wacht maar weer 20 seconden. Dus dit moet beter werken. Gaan we testen. Nou, nog een keertje testen. Dus ik ga hem optillen. Dan ga ik hem aanschakelen tot de wielen gaan draaien. Dan ga ik de voeding terugdraaien tot onder de 7,5 volt. En dan kijken we of het werkt. Nou, dan gaat hij. Ik hoop dat ik het een beetje kan filmen. Zo. Kijk, prima hè. Nou, stopt hij gelijk. En hij begint te klagen dat de batterijspanning te laag is. En dat zal hij over 20 seconden natuurlijk weer herhalen. Nou, daar wachten we even op nog. Is wel leuk. Ja. Dus ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.